Net Rotterdam in Hoogvliet op de Aveling. Surfjante Dani en Evert rijden door Hoogvliet als Dani iets opvallends ziet gebeuren. Die witte auto. Ik zag hem iets naar zijn mond brengen en het leek om een bierflesje. En dat is uiteraard niet toegestaan achter het stuur. Ik kan het niet zien. Gewoon even controleren. Ze zetten de bestuurder even aan de kant. Goeiedag. Mag ik alsjeblieft even je rijbewijs zien? Ja, dankjewel. Wij hadden de indruk dat jij met een flesje bier achter het stuur zat. Klopt dat? Ja, hè? En wat heb jij tussen je middenconsole liggen? Hier zo, wat is dat? Wat is dat? Pepperspray. Oh, dan mag je even uitstappen. Ga maar. Mag je even uitstappen. Ja. En wiet? Ja, dat ik net gehaald. Ja, oké. Okay. Hey, je mag je handen eventjes op het dak neerleggen. En dan gaan we van de andere kant staan. Hey, even voor de duidelijkheid, je bent aangehouden. Ga even mee naar het bureau. Voor die pepperspray? Ja. Dat is gewoon een verboden middel, hè, voor de wet wapens en munitie. Voor de duidelijkheid, heb je nog meer wapens of andere spullen bij je? Maar heb je nog meer wiet? Heb je nog meer? Nee, ik heb dat net gehad, dus ik weet niet, gaan jullie dat ook in beslag nemen? Ja? Je mag het toch meenemen in huis? Ja, ik heb 50 euro voor betaald. Nee. Hoeveel is het? Is volgens mij waarschijnlijk niet gewonnen. 50 euro? Zo, maar ook geld. Wacht maar even. Even wachten. Nee, je bent aangehouden. Dus je bent aangehouden, dan houdt in dat je even je rechten beperkt worden. Wat jullie aan het doen zijn nou. Ja. Dat heeft niks met basis te maken. Ja, op het moment, we zijn het niet aan het spelen, we zijn het nu ook in principe nu even. Want het is, ik vind het niet niks hoor, wat je allemaal. Allemaal doen. Ja, gaan we die uit doen. Omdat de man aangehouden is voor het bezit van pepperspray, wordt hij afgevoerd naar het politiebureau. Aangezien de bestuurder tijdens het rijden bier aan het drinken was, moet hij ook een ademanalyse doen. Ja, dankjewel. De uitslag bedraagt 285 UGL. En vanaf 235 krijg je zeg maar procesverbaal. Is dat de eerste keer? Nee, ik heb wel eens vaker, maar dat is 3 jaar geleden of zo. Oké. Nou, we gaan in ieder geval eventjes bellen met justitie. En als het inderdaad is zoals je zegt dat het is, dan zal het een actiegiro worden voor de alcohol. Nou, we gaan dit in ieder geval eventjes in orde maken. Procesverbaal opmaken voor die andere zaken. En dan word je overgedragen aan de recherche en dan gaan zij daar verder mee. Heb je nog vragen zover? Nou, goed. Hou even je gemak. Ja. Ja, en kom er straks nog even bij je. Goed. We hebben die meneer meegenomen naar het politiebureau. Voor wat betreft het voorhanden hebben van het traangas en de drugs. Daar zal apart procesverbaal worden opgemaakt door de recherche. En als die meneer gehoord is, dan zal hij het politiebureau weer mogen verlaten.